Yo Nintendo fans, super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik 10 games voor jullie aanwijzen die misschien wel het beste zijn om thuis op de bank met je familie of je vrienden te spelen. Dan hoef je eindelijk niet meer alleen te gamen, dat is toch chill. Maar voordat we beginnen wil ik dat jij alvast het duimpje omhoog doet, niet vergeten om te abonneren en even dat belletje aanzet voor iedere dag Nintendo video's. Oh en trouwens, ik ben heel erg benieuwd wat jouw favoriete multiplayer game is voor de Nintendo Switch die jij heel graag samen met iemand anders op de bank speelt. Dus laat het even weten hieronder in de reacties. En dan gaan we door met de eerste game. Ja, maar wacht even, want eigenlijk zijn er veel meer dan 10 goede multiplayer games. Ik wil eerst even kwijt dat de games die uitgegeven worden door Nintendo en wat side-scrolling games zijn, dus dat je van links naar rechts moet lopen in het level, eigenlijk bijna allemaal wel heel goed zijn voor multiplayer thuis op de bank. Want deze staan niet in het lijstje, maar zijn alsnog super tof om samen te spelen. Donkey Kong Tropical Freeze, nu Super Mario Bros. Deluxe, Kirby Star Allies en ook Yoshi's Crafted World. Die games zijn allemaal leuk genoeg om in je eentje te spelen, maar met z'n tweeën worden misschien nog wel 2 keer zo leuk. En dan gaan we nu echt door naar de eerste game in dit lijstje. En we beginnen met de game die je hier sowieso zou verwachten. Mario Kart 8 Deluxe. Want dit is de meest verkochte game voor de Nintendo Switch. Ik denk dat bijna iedereen die een Nintendo Switch heeft ook wel Mario Kart 8 Deluxe heeft. Ik hoef hier denk ik niet heel veel over uit te leggen. Kies je favoriete Mario of Nintendo karakter. Kies een leuke kart of motor met bijbehorende banden en glider. En race er maar! Het leuke aan Mario Kart 8 Deluxe en misschien ook wel het minst leuke aan Mario Kart 8 Deluxe is dat iedereen van iedereen kan winnen. Er zitten zoveel items in de game en je kan de hele race op de eerste plek rijden en dan in de laatste ronde finaal afgeschoten worden door een blauw schild of door andere wapens, waardoor je gewoon keihard als laatste eindigt. Ja, soms leuk, maar als je wel eens bij mij op twitch.tv/rickatu komt kijken, dan zie je ook dat het soms misschien iets minder leuk is. Anyway, heb je een Nintendo Switch? Wil je samen gamen? Koop Mario Kart 8 Deluxe. En de tweede game in het lijstje is Rocket League. Ik denk dat veel mensen Rocket League al kennen, maar voor degene die niet weet wat Rocket League is, het is eigenlijk gewoon voetbal met auto's. In teams van maximaal 4 personen moet je met je auto rondrijden in een arena en proberen te scoren in het doel van de tegenstanders. Dat klinkt heel makkelijk, maar deze auto's kunnen ook soort van vliegen. En ik kan best wel een klein beetje Rocket League spelen, maar als ik tegen die pro speel, ja, dan word ik helemaal weggespeeld. Want die pakken die ballen gewoon letterlijk uit de lucht en die schieten hem dan zo bam naar beneden, zo in één keer in goal en ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Maar dat kan, blijkbaar, met auto's in Rocket League. Dit is typisch zo'n game die heel makkelijk is om mee te beginnen, om te leren. Maar om te masteren heb je echt heel veel oefening nodig. Heel veel training. Ik heb deze game gekocht toen die nog niet gratis was. Maar het leuke is, als je nu naar de e-shop gaat en zoekt naar Rocket League, dan zal je zien dat je deze gratis kan downloaden. Dus dat is super chill. Door naar de volgende. En dat is het beste vechtspel voor de Nintendo Switch. Super Smash Bros. Ultimate. En omdat dit natuurlijk een Nintendo game is, is deze game helemaal niet bloederig. Het is gewoon de bedoeling dat je elkaar keihard de arena uitsmakt. Hoe meer klappen je krijgt, hoe hoger je schadepercentage wordt en hoe makkelijker je de arena uit te slaan bent. En dit spel moet je wel even doorhebben. Want als jij als nieuwkomer begint tegen iemand die weet hoe je Smash moet spelen, dan ga je het echt niet redden. Dan ga je echt keihard verliezen. Het is eens een keer een ander soort vechtspel. Met maximaal 8 spelers tegelijk stap je de arena in. Dus als je een groot gezin hebt en je hebt genoeg controllers, dan kan iedereen tegelijk meedoen in Smash Bros. Ultimate. Dit is een keer een ander soort vechtspel. Je zet niet 2 karakters tegenover elkaar en die moeten elkaar gewoon afmaken tot ze geen helft, geen leven meer over hebben. Nee, het leuke is dat als je keihard de arena uitgeslagen wordt, dat je nog altijd kans maakt om terug te komen. Tenzij je zo hard geslagen wordt dat je gewoon in één keer bam, bovenop het beeldscherm terechtkomt. En ja, dan heb je nog een paar levens, maar 1 leven is dan in ieder geval weg. Wat ik het allermooiste aan Super Smash Bros. Ultimate vind, is dat zo'n beetje alle karakters van Nintendo in deze game zit. En dat is echt geweldig. Dan nu, de volgende game. En dat is Snipper Clips. Dit is een heerlijk kneuterig spelletje. Het lijkt erop alsof er een vel papier op tafel ligt. En er liggen dan weer andere papiertjes op. En die moet je zo schuiven dat je, ja, dat je door het level heen kan. Top uitleg, Rick. Echt. Ik begin opnieuw. Zie je dit gele poppetje?
En zie je dit rode poppetje? Dat zijn de twee karakters in de game. En deze twee poppetjes, die kunnen elkaar knippen. En je moet elkaar knippen in de juiste vormen, zodat je door het level heen kan worstelen. Ja, dat is wel iets betere uitleg, hoor ik. Voordat de Nintendo Switch 4 jaar geleden uitkwam, mocht ik naar een lanceringsparty om kennis te maken met de games voor de Nintendo Switch. En Snipperclips was daar ook. En ik wist dus dat daar Mario Kart te spelen was en dat je daar Zelda Breath of the Wild kon spelen en ARMS. Maar ik wist niet dat je daar ook Snipperclips kon spelen. En ik ging het spelen en dit was oprecht mijn grootste verrassing. Oké, Zelda, dat verwacht je dat tof is. Mario Kart verwacht je dat tof is. ARMS, dat was ook verrassend. Hè? En nu hebben we Snipperclips gespeeld en eigenlijk was ik daar helemaal niet door gehyped. Het boeide me eigenlijk niet zo. Maar we zijn de enige die de demo vandaag hebben uitgespeeld hier op het Nintendo Switch Event. Erwin en ik hebben het uitgespeeld en we zijn gewoon de enige. En ik moet zeggen, ik ben best wel hooked. Ik wil het gewoon spelen. Ik vond dit zo leuk, zo verrassend en zo nieuw qua gameplay dat ik eigenlijk gelijk deze game wilde hebben. En het leuke aan Snipperclips is dat je deze met iedereen kan spelen. Je hoeft geen gamer te zijn van Snipperclips. Dus jouw moeder, die gewoon van knutselen houdt, zou Snipperclips ook leuk kunnen vinden. Gewoon zo tegen je vader of moeder zeggen. Misschien krijg je wel gelijk een nieuwe game, joh. Anyway, ga checken. Door naar de volgende. En dat is Super Mario Maker 2. Nieuw Super Mario Bros. Is natuurlijk super leuk. Maar dit is veel leuker, want hierin kan je zelf je eigen Mario levels bouwen. Nou, jullie weten vast wel wat Super Mario Maker 2 is. Dat hoef ik niet uit te leggen. Maar wat deze game uniek maakt, is dat het gewoon heel erg leuk is om naast iemand te gaan zitten en te gaan kijken hoe diegene een level bouwt. Of misschien wil je helemaal niet meekijken met je broertje of zusje. En misschien vindt je broertje of zusje het wel leuk om jou zijn nieuwe level te laten spelen. En je broertje of zusje kent dan alle geheimen van jouw level, maar jij kent die geheimen nog niet. En dat maakt het heel leuk om als maker van zo'n level mee te kijken met hoe iemand jouw Mario level gaat spelen. In totaal zijn er nu 5 stijlen van Mario games te kiezen. Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World, New Super Mario Bros U en Super Mario 3D World. Voor mij is dit samen met Super Mario Odyssey de leukste Mario game op dit moment voor de Nintendo Switch. Dan nu een game van Ubisoft die op Mario lijkt. Rayman Legends. Dit is weer zo'n game waarin je van links naar rechts in een level loopt. Maar het mooie aan Rayman Legends is dat deze game vaak niet zo heel duur is. Hij is volgens mij maximaal 20 euro en vaak nog goedkoper. En dat terwijl games als Yoshi, Donkey Kong, Kirby altijd duur blijven, dat heeft deze game dus niet. Rayman Legends is al best wel oud, maar ik vind het nog steeds een prachtige game om te spelen. De levels zien er fantastisch uit, de animaties lopen soepel, ook op de Nintendo Switch en dat is geweldig. Maar het allertofste vind ik toch wel de muzieklevel. Want in de muzieklevels hoor je bekende liedjes en dan moet jij op de juiste momenten springen en slaan om de juiste beats te laten horen in je oren. Horen in je oren. Dat is lekker, die ga ik vaker gebruiken. Dan laat ik een scheet, heel stiekem, en dan vraag ik, kon je die horen in je oren? Laten we Rayman Legends maar afsluiten. Lekker goedkope game, superveel fun, superveel gameplay, ziet er mooi uit en speelt lekker. Door naar de volgende. Ja, ik kan er niet omheen en jullie weten het ook allemaal, maar Minecraft is natuurlijk ook voor de Nintendo Switch. De PC-versie van Minecraft blijft altijd de beste. Maar hey, als je geen goede PC hebt of je vindt het gewoon veel leuker om op je Nintendo Switch te gamen, dan kan je gewoon lekker Minecraft spelen. In Minecraft kan je zelf bepalen wat je gaat doen, hoe je dat gaat doen, wanneer je gaat doen. En ook met wie je dat gaat doen, want je kan tot 4 spelers in splitscreen lekker Minecraft spelen. Deze game is echt al knijterlang uit. Ik denk al meer dan 10, misschien wel meer dan 20 jaar. Ik ben nog steeds een noob. Check mijn serie Noobcraft op YouTube. Ik denk dat ik nu officieel te oud ben om Minecraft te gaan leren. Maar hey, als jij nog jong bent, ga dit spelen. En zorg dat je niet verslaafd raakt. Niet verslaafd raken, jongens. Ook gewoon lekker een paar uur per dag lekker buiten spelen. Dat is goed voor je. De volgende game, of beter gezegd, de volgende 2 games, dat zijn Overcooked. Deel 1 en 2. Auw. Dat is pijn. Ja, dat is precies wat Overcooked eigenlijk ook doet. Want deze game, jongen. Deze game. Als je niet goed met elkaar samenwerkt, dan word je echt boos op elkaar. En dan zou je zomaar zo op een keer, pats, even een tikkie kunnen uitdelen aan je buurman. Je staat namelijk met 1 tot 4 spelers in een keuken. En je hebt elkaars ingrediënten nodig om gerechten te kunnen maken. Nou kan je dus heel vaak niet in elkaars gebiedje komen. Dus de ene moet het ene ingrediënt klaarmaken. De andere het andere ingrediënt. En dan samen moet je dat bundelen en uitserveren. En dat klinkt misschien heel simpel, maar dat is
best lastig. Dit is typisch zo'n game die je kan vergelijken met een blue shell uit Mario Kart. Het maakt vriendschappen kapot. Hey, maar als je dan de levels haalt, dan voel je je zo goed samen. Hè? Dan hou je weer van elkaar. En dan kan je elkaar weer even een knuffel geven. Tenminste, als je in hetzelfde gezin zit. Want anders mag dat nu even niet. Want je moet natuurlijk wel 1,5 meter afstand houden en zo. Maar Overcooked 1 en 2. Samen zijn ze volgens mij ook nu nog maar 30 euro maximaal. Dus ook niet zo heel duur. Superleuk familiespelletje. Maar zorg wel dat je aardig tegen elkaar blijft. En dat je het allemaal vriendelijk houdt als je deze game gaat spelen. Oké, beloofd? Mooi. Door naar de volgende. En de volgende is 51 Worldwide Games. Dit zijn 51 spelletjes die bekend zijn over de hele wereld. Van Mahjong naar Yahtzee en 4 op een rij en weet ik veel wat er allemaal in zit. Deze game kan je met 2 spelers tegelijk spelen. En het handige is dat je dus zelf niet de puntentelling hoeft te doen. Want dat doet de game voor je. Normaal als je een normaal bordspel hebt, moet je zelf helemaal moeilijk gaan doen met puntentelling. En of het wel eerlijk gaat, et cetera. Dit gaat altijd eerlijk. En de juiste punten worden bij elkaar opgeteld. Ik heb samen met Charlotte, een van mijn moderators, Yahtzee gespeeld op twitch.tv/Rickachu. En ik dacht echt dat ik ging winnen, hè? Want ik begon met een Yahtzee. Maar kijk maar even mee naar dit clipje. Dan zie je wat er is gebeurd. Hey, ik denk dat ik je na ga doen, Charlotte. Nee, nee. Kijk maar, want zo begon jij ook vorige keer, hè? Met 3 zessen. En toen had jij in je tweede beurt, had jij namelijk gelijk de Yahtzee erbij. Oh! Nee, dat niet. Ja! Oh, wat erg dit. Dit is ongelofelijk. Ik doe gewoon precies wat jij vorige week deed. Oh nee, ik moet niet te hard lachen. Dit gaat ook veel te goed. Dit gaat ook veel te goed. Oh nee, nee. Kappen. Niet ook. Nee! Nee! Wat? Hoe dan? Wat is de kans dat je allebei achter elkaar een Yahtzee gooit? Dat kan toch helemaal niet? Dat is toch ongelofelijk? Maar dat maakte deze game wel echt superleuk om lekker samen te spelen. En dat doe ik nog regelmatig. Dit was de 9e game, hè? Dan hebben we nog 1 game te gaan. En dit is misschien wel een verrassende, maar als laatste game kies ik Luigi's Mansion 3. Luigi's Mansion 3 is sowieso al een fantastische game. Ik ga denk ik binnenkort nog een keer Luigi's Mansion 3 uitspelen, want ik vond dit zo grappig. Ik vind Luigi sowieso echt heel leuk, omdat het gewoon een anti-held is. Mario is natuurlijk altijd de held met de borst vooruit. En Luigi is een beetje de bange broer. En nu is alles afhankelijk van hoe Luigi dit gaat doen. En dat vind ik super lachen. Maar in de game zit een soort van clone van Luigi. En die heet Gooigi. Nou kan je de game dus gewoon in je eentje uitspelen. Geen probleem. Dan bestuur je Luigi en Gooigi apart van elkaar. Maar het is veel leuker om de controle van Gooigi te geven aan een tweede speler. Zodat je samen lekker kan spelen. Ik heb dat best wel veel samen met iemand gedaan. En dit is gewoon heel leuk. Want elke ruimte die je hebt in Luigi's Mansion 3 is een puzzeltje. En dan ga je gewoon samen kijken van, nou, wat moeten we nou doen in deze kamer? En je merkt dat je echt begint te wijzen om elkaar te helpen. Van, hey Luigi, als jij nou even dit doet. En Luigi, als jij nou even dat doet, dan kunnen we samen door naar de volgende kamer. En dat vond ik echt heel erg leuk. Dus hoewel dit niet oorspronkelijk is bedoeld als multiplayer game, is die wel heel erg leuk met z'n tweeën. En we hebben het nu niet over online modussen qua multiplayer, maar ook online kan je deze met 8 spelers tegelijk spelen. Dus ja, dat is ook wel een leuke bonus. Ja, dat was weer dit nieuwe lijstje. 10 games die leuk zijn om samen met iemand anders op de bank te spelen. Ik zou zeggen, doe even een duimpje omhoog en laat weten in de reacties wat jij nou de leukste multiplayer game vindt om samen te spelen. Vergeet niet te abonneren. Zet dat belletje aan voor iedere dag Nintendo video's. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!